Jeugddienst Globlink presenteert Eco-Shizzle. Jeugdbewegingen, jeugdhuizen en speelplein. Shizzle voor het klimaat. Shizzle. Wat is dat nu weer? Eco-Shizzle, dat is een gezamenlijke inspanning waardoor de CO2-uitstoot in de omgeving drastisch vermindert en zo zorgt voor ontlasting van het milieu. Wat kan jij nu allemaal shizzelen? Vegetarische hapjes bijvoorbeeld? Promotie van lokale bieren? Zelf duurzaam koken? Of een blijvende ecologische moestuin voor de kleintjes? Zaterdag hebben we met de kampioenen hier ons tuintje gemaakt. Dus het is de bedoeling dat we eigenlijk op ons zomerkamp ons eigen groentjes kunnen eten. Ook afval kan heerlijk zijn. Denk maar aan trash art. Of een uniek stukje haute couture. Of exclusief speelgoed. Zo alles moet sparen. Daar kun je dan altijd mee knutselen. Als je bijvoorbeeld graag een skateparcours wilt hebben, dan kun je daar altijd een skateparcours mee knutselen en zo. We hebben hier met een gewoon leer blikje hebben we tot een soort licht omgetoverd. Waarom is dat goed dat jullie speelgoed zelf gemaakt hebben? Waarom is dat goed? Beter is voor het milieu. Ja. Schiet gewoon in actie. Of denk zoals Vuile Mon en de Groene Rudy. Papa! Heb jij 2000 petflessen te veel? Bouw dan gewoon een ecoboot. Let op je energieverbruik. Hou een low power dag of party genoeg opties. Desnoods bouw je een windmolenpark. En wat met dat gebouw van jou? Wij gebruiken bijvoorbeeld in ons jeugdhuis om de energie te besparen, timers voor onze fuels en voor onze verlichting. Het jeugdhuis is ook helemaal rookvrij. Wij zetten bij EcoPower, wij zijn aandeelhouder van EcoPower. Dus wij energie. En op onze eerste verdieping gebruiken we dubbele ring en isoleren we onze ramen. Ik word er haast lyrisch van. Misschien maak ik wel een eco-song. Shizzle voor het klimaat. Je zit er wel over te chatten, maar doe iets aan met uw jeugdvereniging. Ik dis geen klimaat, meer groen op straat. Shizzle my dizzle, doe de eco-shizzle. We leven op één wereld. Ik heb één kind en ik had graag gehad dat binnen 50 jaar dat kind het ook nog goed heeft op deze wereld. Om de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door dat soort vehicles naar omlaag te halen, kan je zelf iets doen. En nu, jij. Now look at how proud of how to got the dog, hardy house, Denver, California, here, Vince, surrounding